even bezig, dus als jullie alvast gaan, dan komen wij zo, ja? Oh, ja. Dit zijn dingen die ik ook niet wil weten. Nou, ik vind het leuk. Evert en ik lagen in bed en we waren aan het... Leuken? Kim is bijna weg. Hé? Echt? Nou, wat sneu, wat verdrietig nou. Damn it, Tippy One. You took the wrong olive oil and the wrong peanut butter. This is with stukjes noot. Vlinder heeft stukjes noot. Go back to the supermarket. Otherwise Tippy 2 is flying in. Nee. Ga maar lekker zitten. Ga je maar lekker volvreten met die RSB'er. Wat heeft verdomme voor zin om au pair te zijn als jij niks leert? Kan ik helemaal niet om lachen, nee, hoor. Nee, sorry. Begrijp niet wat hier grappig gaat. Het is ook van de zenuw. Onze bedrijfspolicy die gaat echt... Lieve schat, die arrogante houding kan je gerust laten varen, want je werkt gewoon in een winkel, hoor. Oh, Jezus Christus, wat is er gebeurd, Claire? Oh, mijn god, ik zie er niet uit. Ik zie eruit als de Elephant Man. Ik durf zo de deur niet uit. Ik geef toe dat dit nou niet bepaald een hoogtepunt in je leven is, maar je kan het ook zien als een kans. Een kans? Een kans waarop? Euthanasie? Oh ja, alleen Claire kan er niet bij zijn. Waarom niet? Ja, die heeft een heel sneu zieke vriendin in Leipzig. Omdat je zijn zaad nodig had! Omdat je een kind van hem wilde! Omdat die sok over jouw slopzaad heeft, heb jij het zaad van mijn kerel in je baarmoeder erop gezogen! Slet! Vieze vuile slet! Pardon? Door naar deze Barbiehoer! Kom vinden, kom schat, we gaan. Ik kom hier nooit meer terug. Kakwijf, zeg. Mama, ik moet heel nodig plassen. Ik knap bijna. Nou, ga je gang, lieverd. Hier? Ja, doe maar lekker. Ik heb zakdoekjes in mijn tas. Ik ga thuis wel. Nou, ik niet, want mama staat namelijk ook op knappen. Zo. Oi, oi, oi. Oh. Mam. Nou, dat lucht op zich. Hi. Dit is Kim. Hi. Kim. Anouk. Ach, wat leuk. Nou, wat gezellig. Hoi, ik ben Anouk. Hi, Kim. Hoi. Goh, wat leuk. Wat een verrassing. Tom en Kim. Kim. Volgens mij heet jouw hele generatie Kim. Toch, Kim? En wat doe je, Kim? Zit je nog op school? Nee, ik werk op Schiphol. Oh, wat leuk. Nou, is stewardessje, wat cliché, zeg. Ik ben luchtverkeersleider. We hebben allemaal toch wel eens met een vrouw gezoend? Toch? Ooit? In je puberteit gewoon om uit te proberen? Nou ja, ik heb gehoord dat dat heel vaak voorkomt.